LVV-minister Robin Permeser heeft gisteren een 4 man tellende Braziliaanse missie van de Federal University of Icosa uit Brazilië ontvangen. Het project Consolidating and Broadening of Agro-Ecological Zoning and Environmental Education in Suriname, oftewel consolidatie en uitbreiding van agro-ecologische zonering en milieueducatie, is goedgekeurd en wordt nu uitgevoerd. Dit project vloeit voort uit de bilaterale overeenkomst tussen Suriname en Brazilië. Deze missie zal samen met het ministerie van LVV participanten trainen in dit project dat 2 doelstellingen heeft. Te weten capaciteitsversterking, waarbij ongeveer 30 mensen van verschillende ministeries worden getraind in geoprocessing. De delegatie onder leiding van Minais Gerais zal samen met deskundigen van het ministerie van LVV veldbezoeken afleggen. De missie wil zo bekend raken met de verschillende bodemtypen. Aan de hand van de behaalde resultaten zal er gekeken worden naar de exacte trainingsperiode. Minister Permeser is verheugd met dit bezoek. Verder is uit deze samenwerking voortgevloeid dat 5 Surinaamse studenten een bachelor- en masterstudie mogen volgen op de Federal University in Brazilië. De bewindsman geeft verder aan dat aan de deskundigen is gevraagd om te onderzoeken welke gewassen eventueel geplant kunnen worden in de gemeende gebieden.